Daarna komen ze bij het Ikebana, het Japans bloemschikken. En daar zien we een takje bloesem. Eigenlijk was het plan om hier ook bakken vol met kersenbloesem te zetten vanwege het Japanse kersenbloesemfeest wat hier ieder jaar gehouden wordt. Dat zou ik als kersenboom natuurlijk erg prachtig hebben gevonden, maar helaas, de kersenbomen waren al uitgebloeid. Ikebana, die Japanse bloemsierkunst dus, dat is ontstaan uit leggen van bloemoffers in boeddhistische tempels. En inmiddels is het een kunstvorm die zelfs in musea te vinden is. Overigens altijd wel tijdelijk, want het wordt ook altijd met verse bloemen gedaan. Ook ME heeft dus blijkbaar een handje van. Op hoog hakken. De tango, die ontbreekt vrijwel nergens meer sinds Maxima er is. Ook hier weer die compositie voor de koning heet van Willem Friede, heet dan in het Argentijns, oftewel het Spaans, Tango del Rey. We zijn in de bibliotheek. Welk boekje willen jullie lezen? Als ik een bibliotheek binnenkom, dan vergeet je ook alles. Wat zou de wereld saai zijn zonder boeken, zonder literatuur? Wat zijn ze hier aan het doen, denk je? Knikken. Het is voor kinderen zo fijn om heerlijk in een bibliotheek rond te dolen. Leuk, hè? Heb je allemaal mooie boeken.